Hierbij de instructies voor het schoonmaken van de Ugolini slushmachine. Het is de bedoeling om de machine eerst een aantal keren goed door te spoelen met lauwwarm water. Zodat je de machine even een paar keer goed leeg tapt en dat alle ijskoffie of frozen yoghurt resten verwijderd zijn. Soms is het handig om de machine nog even een beetje schuin te houden, zodat het laatste water eruit getapt wordt. Vervolgens klik je de container iets omhoog, wip je hem eventjes uit de rem, zodat hij langzaam naar voren geschoven kan worden en verwijderd kan worden. Vervolgens de vijzel naar je toe trekken en tot slot de magneet lostrekken. Dit kan soms een beetje zwaar zijn. En eventjes met een bot of met je vingers even de rubberen ring naar je toe trekken en die ook verwijderen. En dit alles eventjes met een sopje, eventjes een lekker sopje geven. Mag niet in de vaatwasser, de container mag niet in de vaatwasser, dan wordt die dof. Alles eventjes lekker afspoelen met een sopje. Dan even met een doekje het vriesgedeelte eventjes schoonmaken. Daaronder eventjes goed al het vuil verwijderen. En in de opening waar de magneet zit eventjes goed alle resten weghalen. Vervolgens alles weer eventjes afdrogen en in dezelfde volgorde weer terugplaatsen. Dus ik begin met de rubberen ring weer terug te plaatsen. Deze kan nog eventjes af en toe ingespreid worden met wat appel. Dat kan je om de paar beurten eventjes doen. Dan mag je die terugplaatsen. Spiraal nog eventjes invetten met wat vaseline. Je hoeft niet iedere keer, maar om de 2-3 schoonmaakbeurten eventjes invetten. Vervolgens de container weer terugplaatsen. Belangrijk dat de remmen weer klikken, dus dat die goed vastgeklikt zit. En dan het kraantje, de rubberen ringen daaromheen eventjes invetten met wat vaseline, zodat die lekker doorloopt. Dus weer eventjes terugklikken. Het pennetje er weer door, zodat hij vast zit. Het lekbakje er weer onder klikken. En de deksel er weer op. En klaar.